zit te groot? Nee, het is absoluut niet te klein. Het zit helemaal perfect, mevrouw. Ik wil natuurlijk ook nu in deze tijd, ook in zo'n opheffingsuitverkoop, dat klanten gewoon tevreden de deur uitgaan en met goede spullen naar huis gaan, waardoor ze nog jaren aan met plezier aan me terugdenken. Ja, nou, je zou het knoopje iets kunnen verzetten. In 1795 begon Johannes Oosvogel in de omgeving van Hengelo met het maken en verkopen van hoeden. Daarmee werd hij redelijk beroemd. Een gevleugelde uitspraak hier vroeger was een kips van Oosvogel. En dat was een hele mooie pet. En met name vlak voor de Pasen, dan schafte men zich zo'n nieuwe kips aan. Dit is een van de oudste hoeden die nog in ons bezit is. Een mooie hoge hoed die wij dus maakten en verkochten. Waarschijnlijk is dit een hoed uit ergens eind 1800. En dit is nog dat we 5 winkels hadden. En kijk, en zo poets je dan zo'n hoed weer helemaal netjes met zo'n kussentje. En dan glom die weer alle kanten op. Omdat hoeden en petten uit de mode raakten, stapte Oosvogel over op kleding. Er werden winkels geopend in Enschede, Hengelo en in 1920 ook in Almelo. Door de jaren heen zijn er heel wat foto's gemaakt en bewaard gebleven. Hier is mijn grootvader met zijn broer. Een van de broers die dus ook een winkel had in Enschede is dit. Is het dan niet raar om dan na zoveel jaar de stekker eruit te trekken uit zo'n familiebedrijf? Ja, dat is heel raar en heel vervelend. Het is een moeilijk moment en ik heb ook al een paar keer gezegd dat ik een twijfelachtige eer vind dat ik dat als laatste mag doen. Maar ja, één moet de laatste zijn en ik ben het. Dus ja, het is niet anders. Geen opvolging is geen opvolging. En een zaak overdoen aan een ander in deze moeilijke tijd is bijna niet te doen. Eind oktober gaat ook de laatst overgebleven Oosvogel in Almelo definitief dicht. Klanten moeten op zoek naar een andere zaak. Ik kom hier wel regelmatig. Ja. Wat vindt u er nou van dat ze ermee stoppen? Ja, dat vind ik vreselijk. Ja, zo'n mooie zaak. Ik wist niet dat ze al zo lang zaten, maar ik vind het wel echt heel jammer dat ze weggaan. Klanten reageren teleurgesteld, vinden het jammer, vinden het heel spijtig ook voor Almelo, vinden het ook spijtig voor mij. Maar vinden het allemaal over het algemeen een verstandig besluit, als ik het een beetje tekst en uitleg geef.